Verheijden en Henk de Jong. Welkom thuis. Ja, zo voelt het wel. Toen we hier binnenstapten, buiten de parkeerplaats, niet normaal. Dat de mensen naar je toe komen en ja, dan kom je binnen en dan staat er een volle bak. Hè? En dat hopen we volgend jaar ook te hebben, volle bak. En dat voelt wel heel vertrouwd. En ik zag die kop allemaal weer. Hè? Mensen die ook best wel kritisch zijn, maar die hier nu toch staan te klappen voor ons. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Nou, ik heb wel met mijn vrouw daarover gehad. Op een gegeven moment zei ze ook van, ik wil ooit weer terug. Ja, graag. Nou, leuk. Hè? Dat vond zij ook echt leuk. Nog steeds. En ze vroeg ook wel van, hoe zie je dat als termijn? Van wanneer, hoe lang moet dat tussen zitten? Nou, dat zei ik, wel 3 jaar eigenlijk. Wel minimaal 3 jaar. Dus ja, het is meer dan die 3 jaar. Maar dat het nu zo snel zou zijn, ja, had ik niet, eerlijk gezegd niet verwacht. Maar wel heel fijn. Ah, dit is fantastisch. Diana is ook heel blij mee. En het is vlak bij huis. Maar het is ook zo'n geweldige uitdaging om hier wat neer te zetten. Hè? Dat nieuwe stadion wat straks komt, dat is prachtig, man. Wat we in ieder geval moeten is het stadion vol krijgen. Swing erin krijgen. Swing naar de hele club. Elke vrijdag en hopelijk daarna niet alleen vrijdag, maar ook een zaterdag zondag wedstrijd die we kunnen hebben. Hè? Wanneer we een keer omhoog kunnen weer. Om alles weer in leven te krijgen, hè, bij de club. En dat mensen weer met knikkende knietjes naar Leeuwarden komen en aanvallend voetbal spelen en voetballen om te winnen en niet om te verliezen. En, en avontuur erin. En dat willen we en dat moeten wij, daar moeten wij voor gaan zorgen. Zo simpel is het. We gaan toch ook een nieuw team maken. Hè? Dus zullen contracten lopen af, dat weet je. Dus het zal ook even met vallen en opstaan gaan. Maar als je dan vasthoudt aan dingen die je doet, dan ga je echt heel goed voetballen. En dan moet het stadion weer vol zitten. Want heb je al een lijstje met spelers die je graag wil verlengen, met opties? Heb je daar al over gehad met de technisch directeur? Daar gaan we deze week even voor zitten. Ja, daar gaan we heel goed naar kijken. Want dat is heel belangrijk. Laten we eens ook in wat een aantal mensen bij de club daarvan vinden. En het idee wat we zelf hebben. Daar moeten daar besluiten in worden genomen. Maar dan komt er ook ruimte. Hè? Want er zullen ook contracten niet verlengd worden. Dus dan zullen er ook nieuwe jongens komen. En daar zijn we ook al aan het nadenken. Per 1 juli gaan wij hier aan de slag, hè, op papier. Wij zullen uiteraard eerder beginnen om samen met Fouke de selectie voor volgend jaar samen te stellen. Alleen daarvoor, vanaf 1 juli ga je echt aan het werk. Daarvoor zijn wij gewoon in dienst van de Graafschap. En moeten wij gewoon, we hebben daar wat moois neergezet, hè, de laatste 2,5 jaar. We zijn gepromoveerd. Als we het daar achter kunnen laten door te handhaven, dan kunnen we daar ook echt wel trots op zijn. En daarna begint het avontuur Cambuur, zeg maar, op het veld. Ik vroeg het net Sander ook al even. Dan is het straks ergens in mei. En dan haalt de Graafschap net niet rechtstreeks de handhaving. En dan wordt de finale van de play-offs Cambuur de Graafschap. Wat dan? Dan spelen wij om de Graafschap in de Eredivisie te houden. Dus gewoon alles pas na de zomer is het tijd voor Cambuur. Ja, maar dat is ook eerlijk. Hè? En als dat niet kan, dan wil ik geen trainer meer zijn. Ja, dit heeft zo moeten zijn. Dingen zijn in dit opzicht zijn zo gelopen. We hadden vorige week nog gesprek met René Haken en hebben in goed overleg een beslissing genomen om niet door te gaan. En uiteindelijk snel daarna doorgeschakeld naar Henk. Omdat we wisten dat hij vrij kwam. En dat is heel snel kunnen gaan. Daarmee ook snel duidelijkheid gegeven voor de club, voor de fans, maar ook naar de toekomst toe. Want het is belangrijk, want jouw trainer, en in dit geval ook natuurlijk ook Sander erbij, is hartstikke belangrijk voor het weer in te vullen in richting het komende seizoen. En over een paar jaar opening in de Eredivisie met Henk de Jong als trainer. Zo, dat zou het zijn. Dat voelt wel goed, wat je zegt. Dan gaan we daarvoor. Cambuur speelt morgenavond uit tegen FC Volendam. 17 november kwam Volendam al op bezoek in het Cambuurstadion. Cambuur speelde toen gelijk tegen het elftal van Hans de Koning, door een treffer van Van Kippersluis uit de penalty. We gaan met goed gevoel naar Volendam en dat doet ons deugden dat we de laatste weken wat punten hebben gehaald. En dat is altijd goed voor het vertrouwen en ook in de fase van de competitie is dat belangrijk, omdat het einde nadert. En dan moeten we proberen erbij te zijn. Kevin is het een speciale wedstrijd tegen zijn voormalige club. Maar vanwege een verrekking in zijn bilspier is het nog maar aanzien of de spits gaat spelen.
Ja, in principe hoop ik en ga ik ervan uit dat ik morgen gewoon wel kan spelen. Maandag verrekking in mijn bilspier opgelopen. Maar ja, veel behandelingen en zometeen nog een behandeling, morgen nog behandeling. En dan hoop ik eventueel gewoon morgen gewoon te kunnen starten. En dat, ja, dat zou fijn zijn. Het einde van het seizoen is in zicht. Veel geblesseerde spelers komen nu terug. Dat is een erg mooi teken voor Cambuur. Nou ja, dat zal nog moeten blijken. Maar het einde na de bedoeling van ja, de laatste fase van de competitie. En dat is mooi als je dan iedereen aan boord kunt hebben. Nou, dat lijkt de goede kant op te gaan met de jongens die langdurig eruit zijn geweest. En ja, dat betekent dat we straks denk ik alleen maar sterker kunnen worden. Van Kippensluis stond deze week al in het elftal van de week. Ja, wel, dat zegt niet altijd wat, want ik heb ook wel eens mensen in het elftal van de week gezien. En dus speelden wij tegen diegene, zoals tegen RKC stonden er ook wel eens maar twee in het elftal van de week. Dus ja, dat zegt niet altijd alles, maar het is wel, ja, wel lekker voor ons dat we er met z'n vieren in stonden. Maar ik denk dat we ook aan de geluiden van de supporters ook konden horen dat het een prima wedstrijd is. Want die waren voor het eerst volgens mij thuis een keertje tevreden. Dus dat is ook wel eens lekker. Cambuur is op dit moment nog maar een paar punten verwijderd van plek 6. Ja, volgens mij 2 puntjes. Als je naar Jong Ajax wegrekent, sta je volgens mij 2 puntjes van plek 6 af. Dat is ook weer het gekke van deze competitie. Maar ja, dat is ook wel fijn dat alles nog mogelijk is in de volgende 9 wedstrijden. Het is voor ons nog niet eens iets waar we ons direct mee bezighouden. Uiteindelijk hebben we dat de laatste week ook niet gedaan toen het minder ging. Maar uiteindelijk is datgene wat je op de mat legt en wat daaruit komt, dat heeft gevolgen voor de ranglijst. En nou, vorige week hebben we daarin goede zaken gedaan, ook goede wedstrijd gespeeld. En dan wil je dan graag weer de volgende wedstrijden weer doorzetten. Ja, en ik denk dat het vooral een hele open wedstrijd zal worden. Allebei twee ploegen die wel aanvallend voetbal willen spelen. Dus we zullen morgen zien hoe Volendam het gaan doen en hoe wij dat aan gaan pakken. En zoals we er nu voor staan, wel de vertrouwen in dat we 3 punten mee naar huis nemen. Daar zit hem niet in één iets. Kijk, tegen PSV maken we ook gewoon goed een tweede goal en laten we ook niet veel toe. In wedstrijden waar we in wedstrijden daarvoor dat we voor stonden het wel hebben gedaan. Dus dat hebben we nu veel minder gedaan. Ja, maar tegen RKC bijvoorbeeld hebben we wel veel toegelaten. Maar ja, was de tegenstander niet goed genoeg in het afwerken en hadden we een goede keeper. Maar goed, ook daar bij RKC hebben we kansen gehad om 3-4 goals te maken. Dus dat betekent wel dat we daarin weer de goede kant op gaan om te creëren en meer te creëren. Ja, dat is alleen maar een goede zaak. Maar daarentegen moet ik zorgen dat we natuurlijk niks tegen krijgen. Ook de supporters zijn weer blij met het resultaat wat Cambuur de laatste weken behaalt. Dankzij dit goede gevoel gaan er in totaal bijna 250 supporters mee. Dat moet toch speciaal zijn? Ja, dat is mooi. Hè? Meestal met uitwedstrijden is lastig op vrijdag. Hè? Met de afstanden die er zijn. Nou, dat scheelt aan de Volendam wat dichterbij is. En waarschijnlijk ook een route met zich meebrengt wat de Vilesond redelijk ontwijkt. Dus dat dan mensen ook de moeite weer nemen om achter ons aan te reizen. Dat is voor ons alleen maar goed. Dat is alleen maar een goed teken. Ik heb gehoord dat er iets van tussen de 250 man mee gaan. Dus ja, dat is wat ik hier al hoor, zijn het wel leuke uitstapjes naar de dijk. Volgens mij worden ze warm ontvangen in het gat. En daarna hopen we dat ze met 3 punten mee naar huis kunnen nemen. Zouden de spelers nog van een lekker visje kunnen genieten in Volendam? Dat zou altijd lekker zijn.